De herdenking van de 35e Wereldreligiedag in Suriname gisteren is gedaan met COVID-19 in gedachten. Het thema voor dit jaar is de rol van de religie binnen de effecten van de COVID-19-pandemie. De Nationale Geestelijke Vergadering van de Baha'i-beweging in de Verenigde Staten heeft besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot Wereldreligiedag. De eerste herdenking was op 15 januari 1950. Minister Brontosum Mahardjo van Binnenlandse Zaken geeft aan dat deze dag in het leven is geroepen om de wereldvrede te kunnen bewerkstelligen. Vrede betekent niet alleen de afwezigheid van oorlog, zegt de bewindsman. Vrede betekent niet alleen de afwezigheid van oorlog. Vrede betekent niet alleen de afwezigheid van vijandigheid. Maar werkelijke vrede is vrede met de schepper. En die manifesteert zich weer met vrede in de natuur en vrede met de algehele schepping. Op deze belangrijke dag, Wereldreligiedag, wordt een beroep gedaan op de aanhangers van alle geloofsovertuigingen om zich extra in te zetten, zodoende een verbeterde, een vrediger en een voortvarende wereldbevolking te bereiken. Het thema voor dit jaar in onze huidige situatie is relevanter dan ooit. Het thema is de rol van de religie binnen de effecten van de COVID-19-pandemie. Somahardu zegt verder dat religie de mensheid handvaten biedt om uit moeilijkheden te geraken. Suriname heeft verschillende religieën bij elkaar. Dat moet ons als land dan ook sterker maken, benadrukt de minister. Hieruit blijkt weer dat onze religieuze diversiteit de kracht is van onze natie. Gepaste oplossingen voor zowel internationale als nationale problemen gaan we vinden. Gepaste oplossingen voor problemen gaan we vinden in de diversiteit van de mensheid. Wat de ene persoon niet in zijn geloof zal vinden, zal de oplossing vinden in het geloof van de andere. Het is daarom van groot belang dat we de belangen van de idealen van acceptatie, tolerantie en begrip voor elkaar blijven koesteren. Daartoe is dialoog tussen de verschillende religieën belangrijk. Activiteiten als deze, dagen als deze, zorgen ervoor dat niet alleen de dialoog op gang komt tussen de verschillende religieën, maar ook blijft. We moeten ten alle tijde respect voor elkaar hebben. Laten we daarom liever voor elkaar zijn. Laten we daarom meer de mening van elkaar respecteren. Maar vooral verdraagzaam naar elkaar toe zijn. Want dat is het fundament voor het voortbestaan van onze natie. Minister Brontosum Mahardjo van Binnenlandse Zaken gisteren tijdens de herdenking van de 35e Wereldreligiedag in Suriname. Het thema van de dag is de rol van de religie binnen de effecten van de COVID-19-pandemie.